Dit kleine meisje wacht nog steeds op haar vader. Ik ben geboren in een gezin wat niet meer bestond. Hongerwinter 1944. Mijn vader was er dus al niet meer. En mijn moeder was zo absoluut overmaand door haar verdriet dat ze eigenlijk niet meer goed kon functioneren. Mijn vader was wachtmeester bij de Marechaussee. En hij is dus naar Harreveld ook verplaatst als Marechaussee. Dus onder het dekmanteltje van ik ben de politie heeft hij dus mensen naar onderduikadressen gebracht. En van daaruit dan zo heel langzamerhand steeds meer bij het verzet gekomen. Hij is tussen Harreveld en Lichtenvoorde opgepakt. Hij is naar huis gegaan, heeft dus tegen mijn moeder gezegd, pak een koffer, zorg dat je binnen een uur klaar bent. Ik moet nog eventjes naar het gemeentehuis in Lichtenvoorde en dan gaan we onderduiken. Had hij allemaal al geregeld. Alleen hij is dus wel in het gemeentehuis in Lichtenvoorde geweest en op de terugweg is hij opgepakt. Er zijn voor mij een paar dingen die heel erg tastbaar zijn. Hier heb ik een grafsteen waar zijn naam op zit, waar zijn overschot ligt. Dat is tastbaar voor mij. Het tweede wat ik heb is, mijn moeder heeft zijn trouwring teruggekregen en heeft daar een ring van laten maken. Heb ik. Tastbaar. En het boek was voor mij eigenlijk om ook naar de buitenkant te zeggen, kijk eens wat mijn vader gedaan heeft. Het is een eerbetoon. En dat er voor mij iets heel erg moois uitgekomen is, ik heb mijn vader leren kennen.